De overheid moet ervoor zorgen dat lokale werknemers en ondernemers worden beschermd tegen multinationals. Het uitsluiten van multinationals moet geen punt zijn. Echter moet ervoor worden gezorgd dat lokale werknemers en ondernemers niet de dupe worden van de vestiging van multinationals. Dit is de mening van BEP-parlementariër Ronnie Assabina, die vandaag sprak tijdens de behandeling van het wetsontwerp Bieraccijns 1954. Het land moet aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich te vestigen. Maar ook hoe onze lokale ondernemers minder kwetsbaar worden gemaakt voor buitenlandse overname. Laten we de manieren uitbuiten, zodanig dat de lokale industrie zich verder kan ontplooien. In dit kader, voorzitter, moeten we doorgaan met het bevorderen van de actualisering van de wetgeving en de vereenvoudiging van de wettoepassing. Assabina zegt ook dat lokale ondernemers vaak belemmerd worden door de overheid als ze in dezelfde sector bezig zijn als een multinational. Er moet volgens hem geen samenspanning zijn tussen multinationals en de overheid. Want wat we ook merken in de praktijk is dat lokale ondernemers, voorzitter, hun vergunningen worden niet verlengd. Met als gevolg, voorzitter, dat de man. En het moet niet zo zijn, voorzitter, dat er sprake is van samenspanning tussen de multinational en de regering. Dat mag niet, voorzitter. Ik weet, vers, twee lokale ondernemers, voorzitter, hun vergunningen vanuit de staat toch, is niet verlengd met als gevolg dat de mano abiwuro komoro. Maar ik wil nogmaals benadrukken, voorzitter, mijn ene concern, dat het niet zo moet zijn, voorzitter, dat we Heineken hier accommoderen, voorzitter, en dat Heineken ervoor zorgt dat onze eigen bier is, Parbo-bier, voorzitter, ja, systematisch, gefaseerd, wordt gedreven uit de markt. Ten gunste van Heineken, voorzitter. Dat mag nimmer gebeuren, voorzitter. Bij het samenstellen van het journaal was de overheid nog niet ingegaan op de vele vragen van het parlement over deze wetswijziging.